Theater, dans en zelfs circusvoorstellingen. Dat is in augustus allemaal te zien op het Noorderzonfestival. Het grootste gedeelte van het festival vindt plaats in het Noorderplantsoen, maar daarnaast zijn er ook voorstellingen in het Forum en Martini Plaza. De organisatie is blij dat het festival na 2 jaar corona weer een volledig programma kan aanbieden. Het voelt ook alweer heel lang dat we echt een normale editie konden doen. Dus dat was natuurlijk 2019. En vorig jaar mochten we gelukkig wel iets doen, maar wel veel kleiner dan wat Noorderzon normaal is. Dus we zeiden, ja, we zijn heel blij met dat we gewoon weer los kunnen eigenlijk. En ja, spannend hoe het allemaal gaat zijn in augustus. En waarom spannend? Nou, voor ons is het ook al best wel weer een tijdje geleden dat alles gewoon normaal was. Dus heel veel is weer echt opnieuw ontdekken en opnieuw kijken naar wat het beste werkt en hoe het park moet worden ingedeeld bijvoorbeeld. En daarnaast ook gewoon spannend omdat we natuurlijk ook niet goed kunnen inschatten hoeveel zin mensen erin hebben. De kaartverkoop verloopt tot nu toe voorspoedig. Ik denk dat we nu rond 1500 tickets zitten. Dus dat loopt lekker door. Daar zijn we heel blij mee. En ook voor alle voorstellingen die we nu bekend hebben gemaakt zijn kaarten verkocht. Dus mensen hebben zin in alles, van Thais theater tot aan Braziliaanse dans. Er zitten allemaal tussen. Niet voor alle voorstellingen hoeft er een kaartje gekocht te worden. We hebben ook een heel groot gratis programma, vooral hier in het Noorderplantsoen. Dat gaan we allemaal op onze website zetten. En we hebben ook de eerste gratis toegankelijke concert al aangekondigd. Dus ook zonder kaartje kun je echt superveel doen op Noorderzon. Milou de Boer kijkt erg naar het festival uit. Ik heb er heel veel zin in. Ja, ik kan niet wachten eigenlijk. En ik hoop dat alle bezoekers daar ook zo over denken. Ja.